Hey jongens, ik ben Dennis, ik ben Renske en vandaag hebben jullie een korte GTA 5 video. En ja, het is in dit geval een korte video, maar toevallig komt er straks nog een andere video aan. Dat is wel een langere, dat is episode 12 van Online Adventures. Die duurt als het goed is wel 20 minuten. En ik zeg expres als het goed is, want gisteren had ik eigenlijk ook twee video's gepland staan en die kwamen ook niet online. Want ik kwam thuis van school en ik had ze dus eigenlijk geüpload, of in ieder geval ik was bezig met uploaden terwijl ik op school zat. En ik kwam thuis en toen kreeg ik een foutmelding van er is iets fout gegaan en het is niet geüpload. Dus dat was best wel lelijk. Dus het kan zijn dat dadelijk ook het geval is dat er nog niks online komt. Want ik zou zeggen, hou gewoon met Twitter in de gaten, dan zal ik altijd wel iets posten erover. In ieder geval, in deze video wil ik het even kort hebben over iets wat morgen gaat komen. Want morgen is Valentijnsdag, zoals jullie waarschijnlijk al weten. En dat is in principe niet echt boeiend voor de meesten. Maar het is wel boeiend voor mensen die GTA spelen. En dat komt omdat Rockstar weer een gratis DLC heeft uitgebracht. En dat doen ze op zich best wel veel. En dat vind ik op zich wel nice, want dat is ook gedaan toen met die Beach Bump Pack. En volgens ook met die kerst DLC. En dat is nou dus ook het geval met Valentijnsdag. En dit is, moet ik even kijken hoe die precies heet. Want ze hebben echt weer een aparte naam voor verzonnen. De Valentine's Day Massacre Special. En ja, ik vind het een beetje apart dat dit bij een Valentine's DLC zit. Want ik zie niet helemaal de link. Want het heeft allemaal te maken met maffia en al die shit. Dus nou ja, misschien dat jullie mij kunnen vertellen waar die link ligt. Maar het maakt in principe ook niet uit, want het is wel een leuke DLC. Het is natuurlijk niet super uitgebreid, maar het is gratis. En het is trouwens maar een gelimiteerde tijd beschikbaar. Dus bijvoorbeeld kan zijn dat er over 2 weken dat het niet meer te downloaden is. Dus als je dit ziet, deze video, zou ik zeggen, ga sowieso vandaag of morgen eventjes kijken of je hem kan downloaden. Want als je te lang wacht, kan het zijn dat je dus te laat bent. In ieder geval, deze DLC die bestaat uit een nieuw wapen. Dat is de Gutenberg Sweeper. En ja, dat is waarschijnlijk gewoon een GTA naam. En zoals jullie wel weten, GTA heeft altijd aparte namen voor onder andere hun auto's, maar ook voor hun wapens. Die zijn altijd ja, niet bestaan, zeg maar. Als jij bijvoorbeeld ziet als een AK, dan heeft hij volgens mij toch iets andere naam. Ik weet niet precies of hij heet gewoon AK in plaats van AK-47 of zo, weet ik veel. In ieder geval, dit is volgens mij de Tommy Gun, oftewel de Thompson. En waarschijnlijk kennen jullie die wel, want die zit ook in heel veel andere games en in films. En het is gewoon een heel bekend wapen rond die tijd, zeg maar, dat die maffia shit zich afspeelde. En ja, leuk wapen. Ik ben benieuwd hoe hij zal spelen. Normaal gezien heeft hij ook enorm veel ammo, want het is echt de Tommy Gun. De Tommy Gun versie. En die heeft altijd een round drum mag. En dat is dus een soort van extended mag. Dat er heel veel ammo in kan. Dus op zich moet dit ding echt iets van 50 kogels hebben of zo. Dus dat zou best wel chill zijn voor een submachine gun. Want volgens mij is het wel een soort van submachine gun. Dus in ieder geval super vet dat dat wapen erin zit. Voor de rest zit er ook een nieuwe auto in. En dat is de Albany Roosevelt of zoiets. En dat is iets wat je nog nooit eerder hebt gezien. Of in ieder geval niet in GTA 5. Want dat is echt een super ja, klassieke auto, zeg maar. Dat is een auto uit 1920 of zo. Dat is een armored limousine, staat er. En dat wil dus zeggen dat hij bepanserd is. Dus op zich is dat wel gunstig. Maar als je die auto ziet, dan zou je echt denken van, nou, als dat ding bepanserd is, weet ik het ook niet. Maar er staat bij dat hij vooral bekend was onder de gangsters, zeg maar, in die tijd. Dus weer kom je terug op dat gangsters en al die shit. Dus ja, ik vind het apart iets. Hoe komen ze erbij? Maar in ieder geval leuk, die wagen zit erin. Dan kun je volgens mij met mijn 4 man in. En ja, op zich wel geinig. Ik weet niet of je hem kan tunen. Ik denk het niet. Dus dat is wel wat jammer. Maar ja, wat denk je dan? Een dikke spoiler erop zetten is ook niet echt logisch. En als jullie afbeeldingen willen zien, dan kun je naar die weet je nou, naar die thumbnail van deze video kijken. Daar staan al die plaatjes erin. Dat is het enige wat ik nou ook zie. Dus meer kan ik jullie ook niet vertellen. Verder rest heb je heel veel verschillende kleding weer. En dat is dus ook weer allemaal van die gangsters shit. Allemaal van die pakken. Net zoals in hoe heet die film ook weer? The Godfather en zo. Dat soort dingen moet je eigenlijk aan denken. Hoedjes en al die shit. Op zich best wel badass. En sowieso ga ik ook een paar van die dingen kopen. Ik weet niet of je het eigenlijk moet kopen. Dus je het gratis krijgt. Dan moet ik eigenlijk nog even kijken. Want volgens mij waren de voorgaande DLC's wel allemaal gratis. Bijvoorbeeld bij de Beach Bump Pack zat er ook een nieuw pistooltje volgens mij en een fles en al die shit. En die kun je ook gewoon gratis uit die gunstore halen volgens mij, als ik het goed heb. Dus waarschijnlijk zullen deze dingen ook gratis zijn, ik kan het niet bevestigen, maar dat denk ik wel. In ieder geval verder rest, dus die pakken zei ik al, je hebt shirtjes, hoedjes. Volgens mij heb je ook maskers, nieuwe. Ik weet niet wat voor maskers, maar dan moeten we nog eventjes afwachten. En verder rest, 10 nieuwe jobs, nieuwe races, dus waaronder cycling races op de fiets, parachute jumps, weet ik wel, boot races, motor races, auto, weet ik wel, allemaal verschillende races in ieder geval. En nieuwe deathmatches. En dat was het volgens mij. Dat is alles wat bij deze Valentine's Day Massacre Special zit. En hij komt dus morgen uit, morgen vrijdag dus.
En ja, ik zal er dan nog eventjes een korte video over maken om te laten zien wat er allemaal dus bij zat. En ja, op zich, het is toch wel weer mooi dat Rockstar dat doet. En ze laten toch zien dat ze toch wel wat over hebben voor de fans. En dat vind ik toch wel weer een top iets. In ieder geval, voor de rest heb ik niet heel veel te vertellen. Het is in ieder geval een korte video, maar ik wou jullie eventjes dit vertellen. Zodat ik niet daar ook te laat ben. Want als ik dit bijvoorbeeld op vrijdag nog moet maken, dan komt hij pas weer zaterdag online of weet ik veel wat. Dus moet ik even kijken. Maar in ieder geval, er komt sowieso straks, als het goed is, nog een andere GTA video. Dat is dus episode 12 van Online Adventures. Ik hoop dat jullie die leuk zullen vinden. En als het goed is nog een Call of Duty video, dan moet ik even kijken. Maar in ieder geval, dat was het. Ik hoop dat je het leuk vond. Laat een like achter. Abonneer voor meer. En tot de volgende keer maar weer. Houdoe.